Arthur Bras is een 19-jarige beloftevolle hordeloper. Dit seizoen schakelt hij over van de 110 naar de 400 meter. De atleet uit Halle wil zijn capaciteiten volop benutten. Tot voor kort liep ik 110 horden eigenlijk altijd, maar nu ben ik sinds dit jaar veranderd naar de 400 horden. Gewoon eigenlijk simpelweg omdat ik denk dat ik niet groot genoeg ben voor de 110 meter horden. Want die horden staan op 1,07 meter en je moet toch wel een serieuze beenlengte nemen om dat te kunnen overschrijden. En ja, tot nu toe lukken de trainingen op 400 ook heel goed. Dus ik heb die capaciteit wel in mij om dat ook te kunnen en om een goede 400 af te ronden. En ik denk dat ik meer talent heb op de 400 horden dan op de 110. En ik hoop dat mijn tijden dat ook gaan uitwijzen. Op de wereldkampioenschappen bij de junioren eindigde Tuur deze zomer als 10e op de 110 meter horden. Het jaar ervoor behaalde hij zilver op het EK onder 18 jaar. Deze successen zijn het resultaat van jarenlange training. Ik ben eigenlijk begonnen met atletiek op mijn 6 jaar al. Eigenlijk een jaar te vroeg als dat zou mogen. En dat was omdat mijn broer Sam was een heel goede discuswerper. En ik ging altijd mee naar trainingen en zo. En mijn vader was ook een trainer. En ja, uiteindelijk, voor mij was dat een heel logische keuze eigenlijk, atletiek. Ik heb heel even geturnd, maar dat was mijn ding helemaal niet. En ja, atletiek, dat was van bij mijn geboorte atletiek. En ja, nu nog steeds, de liefde blijft. De jonge atleet traint 6 keer per week, het hele jaar door. Het is dan ook niet gemakkelijk om altijd even gemotiveerd aan een training te beginnen. Natuurlijk, elk atleet heeft minder momenten. Vooral als zo'n weer begint op te komen en je moet 's ochtends om 9 uur 's ochtends de bos in om te gaan trainen. Ja, dat is soms tegen je zin, maar ja, ik blijf het echt wel heel graag doen. En ik heb nog nooit echt tegen mijn zin gaan trainen. Het is soms zo, weer al, maar tegen mijn zin. Ik denk, eens dat het tegen je zin is, dan moet je denken aan een switch of dan is het gedaan met atletiek, denk ik. Zelfs met zijn universitaire studies criminologie kan hij zijn passie combineren. Al beseft Tuur wel dat studeren noodzakelijk is. Als ik mag kiezen, ga ik verder in de atletiek sowieso. Maar het is natuurlijk heel moeilijk om te leven van atletiek. Je moet al naar Fitiam of Borlé noemen om dat te kunnen. Maar ja, we blijven ervoor werken en je weet, zeg nooit natuurlijk. Toch hoopt Tuur dat hij, ondanks zijn overstap, komende zomer opnieuw successen kan boeken. Voor deze zomer is het toch wel het Europees kampioenschap voor belofte in Zweden. Dus ja, ik durf nog geen grote uitspraken te doen met die switch dan op mijn discipline. Maar ik heb er een goed oog in en ik zou mij graag daarvoor kwalificeren. De atleet is heel ambitieus en kijkt ook al verder vooruit. Hij wil er alles aan doen om zijn ultieme doelstellingen te bereiken. De grootste doelstelling is natuurlijk deelnemen aan de Olympische Spelen. En daarvoor werken we. 2020, Tokio, gaat nog net iets te vroeg komen, aangezien ik dan nog maar 20 jaar ben. Dus we werken volop naar 2024, Parijs.